Dit is de Outdoor Chef Brisbane Buitenkeuken. Aan de buitenkant zit de thermometer, zodat je indirect kan koken. En hij heeft 4 branders met een elektronische ontsteking. Het grilloppervlak is 65 bij 45 centimeter. Hij heeft een grillplaat, altijd handig voor de gamba's of de groentjes. Dan heeft hij 3 gietijzeren roosters en het warmhoudrek om bijvoorbeeld eventjes je vlees of je kippetjes op te stallen om bijvoorbeeld je stokbrood op te warmen. Deze barbecue heeft ook 2 werkplateaus. Nou, hartstikke handig dat je ze ook gewoon kan wegklappen. Tevens heeft hij ook nog eens een keer er haakjes aan zitten waar je gereedschap aan op kan hangen. We halen de gietijzeren roosters eraf. Daaronder zitten ook nog eens een keer de flavorizers. Dan is namelijk het vet valt dan van het vlees op deze kapjes, dat noemen we de flavorizers. En dan smeult dat nog even lekker verder. En daaronder zitten weer de 4 gietijzeren branders. Aan de onderkant zit nog een opvangbak. Nou, we zien ook dat het daar naar het midden loopt. Nou, die hele opvangbak die kunnen we eruit halen. Dat is hartstikke handig voorbij het schoonmaken. Die haal je op deze manier eruit. En je ziet ook, daar zit het gaatje waar het vet nog in loopt. En daar zit het opvangbakje op. De branders van deze Outdoor Chef kan je traploos bedienen, dus je kan zelf de hitte bepalen binnen in deze barbecue. Aan de onderkant zitten 2 gekoten zwarte deurtjes met magneetbediening erop. Nou, er zit ook nog eens een keer ruimte in voor een gasfles van wel 5 kilo. Op het moment dat je de 10 kilo gasfles gebruikt, dan kan je hem keurig netjes nazetten. Er zit ook nog een strip omheen, dat hij mooi vast zit. Een klein plateautje zit erin en nog wat ruimte om spulletjes op te bergen. Deze Outdoor Chef Brisbane heeft ook 4 zwenkwielen. Nou, dat is hartstikke handig om deze jongen natuurlijk weg te zetten. Daar zit ook nog eens een keer op alle 4 de wielen zit er een rem op, zodat hij vast komt te staan. En dat is ook makkelijk voor als je aan het kokkerellen bent. Maar uiteindelijk, die wieltjes zijn ervoor om hem zo lekker in de winter in de garage te zetten.